dat is toch geweldig? Ik vind het een mooi lied. Ja? Ja. Het gaat geweldig om naar een climax toe. Dag Erik Meijers. Goedemorgen Dennis. Daar zijn we weer. Ja. En met geweldig nieuws. Oké. Okay. Ja, voor jou. Ja. Vanavond begroet je. Jij bent een club. Dankjewel. Mooi. Kom verder. We hebben gebak meegenomen. Geweldig. Leuk. Nou, wat kom verder. Het is wat te vieren toch? Ja, zeker. Zeker. Kom verder. Leuk. Zal ik hem aan gaan snijden? Ja, ja, jij mag hem aansnijden. Ja? Groot stuk of een klein stuk, Dennis? Nou, jij verdient een groot stuk. Doe mij maar een klein stukje. Ik heb niks te vieren. Ja. Ja, want wij waren de deur nog niet uit. En toen werd je gebeld. VVSB is er gelukkig. Ja, dat klopt. Ja. En dan gaan wij toch wel een beetje denken dat het aan ons te danken is. Dat we geven je weer even aandacht en dan wordt er gebeld. Dus kunnen we ons op de bos kloppen? Nou, voor mij krijgen jullie alle credits. Oh, fijn. Ik heb het zo als prettig ervaren vorige week. Ja. Dat, en VVSB was kennelijk onder de indruk. Ik denk wel dat het meegeholpen heeft en alles, ja. 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 Want je bent gebeld, of hoe is dat gegaan? Ja, door de voorzitter, hè. Zo gaat dat, hè. Ja. En wat zei hij? Of wij even van gedachten konden wisselen omtrent het hoofdtrainerschap van VVSB. Ja, goed. En de club heeft het heel moeilijk. Dus voor mij is de schone taak weggelegd om met die club te gaan winnen. Er zijn gelukkig nog 23 wedstrijden te spelen. Nou, een klein rekensommetje. Daar waren we vroeger toch nog wel aardig in. Is dus 69 punten. Zijn er te vergeven. Ja, met zo'n toptrainer moet dat lukken eigenlijk, hè? Nou ja, goed. Ja, want voor de kijkers die nog niet weten, wat heb jij in jouw carrière al bereikt als trainer? Nou goed, kijk, daar ga ik dus nu niet allemaal mee opnoemen. Nee? Want dat filmpje is vorige week zo goed bekeken, dat heel Nederland nou dit inmiddels wel weet. En dat hoef ik niet nog een keer te herhalen. Ja. Nou, misschien ben ik wel een beetje doorgeslagen vorige week. Ja? Ja. Maar goed, het is eenmalig geweest. En ik vind wel dat ik even daar recht op had. Ja. Ja. Na alles. Wil je het je nog een keer vertellen? Nee, ik hoef het niet nog een keer te vertellen. Het was duidelijk. Het was wel denk ik wel duidelijk, ja. 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 Maar dat heeft wel altijd heel goed gevoeld, hoor. Wat? Al die prijzen winnen. Nu, die keeper, dus Ruben Falk, ja. Die is als de dood dat jij komt. Nou, dat valt wel mee. Nou, die kreeg een boel goals om de oren. Is het een kutkeeper? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een goede keeper is. Ja? Ja. Dus hij hoeft zich geen zorgen te maken? Nee, hij hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. En nu ben jij binnengehaald als de grote redder. Jij moet het even gaan doen met die bak aan ervaring. Ja, ja. Dat is meestal, hè, als je als trainer ergens instapt, dan hebben ze er volste vertrouwen in dat het de goede kant op gaat. En ja, goed. De club heeft een wel overwogen besluit genomen om voor mij te kiezen. En heb je het clublied van de club al gehoord? Kun je die al meezingen? Nee, ik weet wel de clubkleuren. En? Dat is paarsgeel. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Oké. Okay. Het begint lekker, hè? Wat vind je van die eigenlijk? Maar blijft hij nou niet hangen? Of is dit nou gewoon de hele tekst? Nee, zo begint hij. Oké. Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat je naar voren gaat. En wat nog belangrijkste is, je moet gaan scoren. Ja. Ja, ik hou hier wel van. Ja? Ja, er zit wel een goede schoen in. Dat komt allemaal. Komt nog meer aan. Bavo. Bavo, dat is de laatste letter van VVSB. Ja, ja. Weet je dat? Ja, ik ben hier maar hagelijk. Geweldig. Ik vind het een mooi lied. Ja? Ja. Het gaat geweldig om naar een climax toe. Ja. Ja, schitterend. Ja. Ja, ik vind het heel mooi lied. Leuk.